Mijn gast is dit keer Brigitte Kaandorp, cabaretière. Ik dacht, oh, wat een slecht idee om dit nog te gaan doen. En ik dacht, toen ik in de zaal zat, dacht ik, ja, ik dacht ik nog, oh, dat lukt wel of zo, ja, het is wel erg laat of zo. Maar toen, toen ik op het toneel stond, dacht ik, oh, dit had ik helemaal nooit meer moeten doen. Ik denk dat ik me dat toen pas realiseerde en niet van tevoren. Anders had ik het niet gedaan, denk ik, als ik had gedacht, dit is een kansloze zaak. Gitter speelt al zo'n 40 jaar en is een van de grootste cabaretiers in Nederland en in Vlaanderen. Haar carrière begon met het winnen van het Camerette Festival en ze staat tot op de dag van vandaag in de allergrootste zalen. Deze video heeft trouwens geen video, sorry daarvoor, maar de verhalen zijn er niet minder grappig om. Voordat we beginnen vergeet niet te liken, vergeet niet te reageren en abonneer ook zeker even. De volgende video's zijn namelijk gewoon weer met beeld. Dan kunnen we beginnen. Heel veel plezier. Dit is het eerste deel van de Elektra-podcast met Gitte Kaandor. Ik heb af en toe een beginpunt. In jouw geval is dat dat je Cameritten won. Ja. Dat was 83. Ja. Maar toen was je ook al... Uh, even bezig, tenminste dat zegt Wikipedia. Ik weet niet wie dat erop heeft ja, gezet. ik ook niet. Ik ook niet. Maar, uh, maar daar, daar stond, toen was je al even bezig, maar toen was je ook nog hartstikke jong. Toen was je net net twintig. Nu ben je ook nog hartstikke jong. Dank je wel. Uh, nou. Net net vijfentwintig geweest. Dank je. Ja, uh, ja. Ja. Maar dan maal twee en nog wat. Maar, uh, maar. op wat wat voor plekken speelde je toen je begon? Waar waar ben je begonnen? Laat ik het zo formuleren. Even denken, hoor. Want, nou, ik denk al op de middelbare school, gewoon... Ik uh, bedoel, het startpunt was wel dat ik een ukulele vond op zolder bij mijn ouders. En ik heb heel lang violes gehad. Yeah. Tien jaar lang, van mijn achtste tot mijn achttiende. En dat was eigenlijk... Ik bedoel, achteraf is het wel oké okay voor je muzikale vorming of zo, maar het was geen <laughs> instrument voor mij. Want ik, ik was, dat zou je misschien niet zeggen, maar ik was doodverlegen en onzeker. Dus dan moet je nodig... Een viool gaan spelen, moet je heel, heel lyrisch en outgoing voor zijn. Dat moet je echt en laten zien en laten en horen. Dat is ook nog best wel een, een lastig instrument. Ja, het is ook een lastig instrument. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kon het heus wel een beetje. Ik bedoel, uh, en in een orkest spelen vond ik ook nog wel leuk of zo, met z'n allen. Maar ja, toen is voorspelavonden. en dan moest je als, als meisje van twaalf, ik bedoel, ik heb dat tot mijn achttiende gedaan, moest je dan uh, ja, uh, solo. Een stukje voorspelen, nou, ik, 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 ik stierf, nou, of ik stierf, maar yeah, yeah, yeah. ja, dat was het. Maar het duurt heel lang voordat je erachter komt, dat, dat het dat je dus. Ik heb op een gegeven moment gezegd: uh, <laughs> en man, pap, ik doe het niet meer, weet je wel, ik hou ermee op. Zo, dat was natuurlijk pijnlijk, want het was wel de bedoeling dat ik ermee doorging of zo, maar ik had uh, uh, ondertussen, ik weet niet hoe oud ik was, 17, 18 of zoiets, had ik een jookalilletje gevonden. Dat heeft waarschijnlijk ook, is ook de oorzaak geweest dat ik met die viool ben gestopt. Want toen dacht ik, denk ik. Want toen dacht ik, dit is handig, of dit is leuk. Zo'n lekker lullig dingetje, vier snaren. Ik kon binnen een dag kan je het spelen als je een dat beetje handig bent. Dat is het leuke bent. van de ukulele, het ja. En ik kon gelijk idee. liedjes uit. Er zat zo'n boekje bij. Uh, met uh, kampvuurliedjes, weet je wel. In die grote stad zat Bommel en uh, Home on the Range... of weet ik veel wat erin stond. <laughs> met drie akkoorden en dat kon je dan... Nou ja, dat kon je, ik kon opeens ukulele spelen. En toen was er op school... moesten we een gedicht schrijven voor uh, Nederlands of zo. Ja. Yeah. En toen werd... een van die gedichten heb ik toen een liedje van gemaakt. Zo met die ukulele, zo een beetje voor de lol. En, toen, en dat was het eerste liedje. Tenminste, het eerste liedje wat ik me kan herinneren... dat, wat, dat heette brand of zoiets. Het over een, dat je in de klas zit en de school gaat in de fik. Weet je? En dat we ja. denken dat we allemaal naar huis mogen... En dat, maar dat we buiten op het gras dan les krijgen. Nou dat ja, is te slap voor worden. <laughs> maar ik liet het aan mijn zus hoor die moest, die moest erom lachen. En toen zijn er meer liedjes ontstaan. En ik was eigenlijk gek genoeg te verlegen... überhaupt om mijn stem te laten horen... Maar ja, ik had die liedjes geschreven: Analyse van der Pies en zo, dat yeah, soort yeah. dingen. Maar en, en, en ook deed ik op de middelbare school altijd mee aan uh, de, de, de talentenjacht. Er was elk jaar op de Culturele dag was er een talentenjacht. Nou, dat deed ik vanaf klas 1 aan mee. Vanaf de brugklas. En ik heb elk jaar ook gewonnen. <laughs> Ja, wat ik ook deed. Of ik nou met, met, school, met, met klasgenootjes een toneelstukje van de feestwinkel deed. Weet je, of uh, een duo heb ik ook nog eens gehad. Het dynamisch duo was ik dan met Marcel Lagerweij. Uh, die overigens nooit meer op toneel terecht is gekomen. Terwijl die wel heel leuk was. Uh, Evgenie, of solo dingen, weet niet. Ik, ik won altijd. Op een gegeven moment deed er niemand meer mee. Want Kaandorp won toch, of zo. Maar ja, dat was nog niet. Ik was helemaal niet serieus ermee bezig. Maar ik vond het wel leuk natuurlijk. En ik ben na de middelbare school uh, Nederlands gaan studeren. Want wij moesten van huis uit. Uh, het was serious business. Moesten we zo ver mogelijk zien te komen in het leven en op de maatschappelijke ladder, ja. En dat was volgens mijn vader uh, moet je dan een, een instrument in ieder in geval leerspelen. En uh, uh, hoe heet het? atheneum liefst gymnasium doen. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan, maar dat was net even te veel met Grieks en Latijn. En toen, nou ja, en toen moesten we gaan studeren. Nou, ik had geen flauw idee. En ik, ja, dat, ik heb het wel vaak verteld. Maar ik dacht letterlijk, ik ga Nederlands studeren. Want Nederlands dat spreek ik al. Dat kan niet moeilijk zijn. Dat <laughs> leek mij nou de makkelijkste studie. Maar dat was natuurlijk was <laughs> niet zo. Dat was natuurlijk ook moeilijk. Of in ieder geval niet leuk. Of saai. En ik, in de tussentijd stond ik natuurlijk de hele tijd met dat stomme joekleilletje. Dat begon op een, op een verjaardag van iemand. Van nou laten we eens horen. En, ook, en hier in Haarlem trouwens, in, de, in de, de Ark had je vroeger, dat is sinds kort weg. Dat was een eetcafé. Ik weet nog dat ik daar. Uh, uh, weet je wel? Dan had ik dat ik had al die jeukelillen bij me. Ik ik wilde dus kennelijk toch aandacht trekken of zo, weet ik veel, terwijl ik toch verlegen was. Uh. En dat deed ik ook regelmatig op feestjes, weet ik veel. En in, in de ark ben ik ook nog eens een keer op tafel gezet door de eigenaar. Muziek uit, nou laat dan horen. En dan stond ik opeens op de, letterlijk op de kroegtafel te zingen. Voor de, voor de mensen die in de kroeg waren. die allemaal heel erg moesten lachen. Weet je nou zo? En zo werd ik maar de hele tijd. Uh, ja, kan je dan ook bij mij komen spelen? Kom je dan? We hebben in de bibliotheek een literaire middag. kan jij dan een paar liedjes. Weet je zo? Lesbische vrouwenavonden, weet ik veel waar ik allemaal geweest ben. <laughs> Ergens nog een contract binnengesleept van een plaatmaatschappij. omdat ik ook nog met een paar Vrienden met diezelfde liedjes het groepje neus vormde met een zet. Nou ja, en, en hoe kwam dat nou? Oh ja, toen gingen we, toen kregen we opeens een platencontract. Onbegrijpelijk nu achteraf. <laughs> maar toen viel dat hele clubje uit elkaar, want de, de een vond het leuk, weet je wel, die dacht, ah wij gaan, uh, wij worden beroemd. En de ja. ander dacht, nou nee, dat, dat wordt een beetje te gek als we het echt serieus moeten gaan doen of zo. En toen, en toen, ik weet nog ook dat ik op een avond moest ik ergens spelen. Want we speelden alles eens met, met wel eens, het was een, 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 een ukulele, een bas, gitaar en drie achtergrondkoorzangers. Dat was het hele bandje. Het was op zich wel een grappige combinatie. Originele samenstelling. Originele ja. samenstelling. Dus wij stonden bijvoorbeeld ook in de Matzo opeens. Vroeger had je de Matzo, of de Mazzo, nee de Matzo, op de gracht. Zo'n hele hippe tent. Nou in ieder geval, daar speelden, speelden we ook al mee. Ja, ik, zit, pro, ik probeer enigszins uh, lijn in dit verhaal aan te brengen, maar er gebeurde van alles tegelijk eigenlijk. En, en en toen moest ik op een avond ergens spelen op een school met neus. Maar die hadden inmiddels allemaal afgehaakt. Of er was gedoe. Of naar nou, ruzie, maar in ieder geval. Dus ik was opeens in mijn eentje. En toen bleek dat gewoon heel goed te gaan of zoiets. Samen met Fred Piek van de Amazing Stroopwafels. Oh. Wow. Die deed ook een half uur. Ik ook een <laughs> half uur. Nou weet ik veel. En toen heb ik dat contract uiteindelijk ook afgezegd. Want ik vond het een beetje raar of eng of zo. En toen, maar toen, vanaf toen ging het gewoon. Uh, terwijl ik nog studeerde, uh, ja, hoe noem je dat? Ik, 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 ik trad veel op en dan zat ik s' ochtends te slapen in die collegebanken, natuurlijk. En ik deed toen ook mee op een gegeven moment aan het Festival. Dus zat ik in het derde jaar van mijn studie Nederlands. En toen, en dat was in november, was die finale. En ik zat al in de finale, tot mijn grote verbazing. Uh, want ik kwam nou daar ook maar weer een beetje rommelen met het stomme ukuleletje. En er bleken allerlei cursussen te zijn die je dan moest gaan volgen. Of, of je, had, je, je moest je eigen materiaal laten horen. Ik weet nog dat ik erheen ging die ukulele niet eens bij me had. Omdat ik dacht, oh ja, we krijgen een cursus. Maar het was juist de bedoeling dat je je eigen materiaal liet horen. En dan gingen zij er wat van zeggen of zoiets, nou ja. In ieder geval, een week voor, dat, voor die finale liep ik de faculteit der neerlandistiek uit op de een of andere gracht in Amsterdam. Ik weet niet meer welke gracht. Herengracht, geloof ik. En ik keek achterom. Ik denk, ik kom hier nooit meer terug. En tot mijn vreugde won ik een week later het Camarettifestival. En toen heb ik nog een half jaar geleefd van mijn beurs. Die had je toen nog. En wat ik verdiende. Wat ik toch al verdiende, zou ik maar zeggen. En toen heb ik... Uh, daarna, Tenminste, de, de zomer vanaf september daarna, zeg van 4 september 84 ben ik prof in de zin van dat ik mijn geld ermee verdiend. ja, ja, oh, goed. Ja. De, de, de verbazing die die bij mij onder dit hele verhaal is blijven liggen is dat je aan het begin zei: uh, een Viool is een heel lastig instrument, want dan moet je wel een, een outgoing persoonlijkheid voor ja. hebben. Ja, en zou ik het toch, toch een beetje verlegen? Ja, hoe. Dan, dan is dit toch ook een heel ongemakkelijk traject eigenlijk. Als dit je allemaal zo. Je bedoelt. Je bedoelt met die Ukulele en zo. Ja. Nou, nee, het stomme was. Ik bedoel, ik heb nooit de ambitie gehad om artiest te worden. Dat kwam niet eens in mijn hoofd op. Uh, alleen, ik was het eigenlijk al of zo. Snap je? <laughs> ja, ja, ja. Ik had er enorme lol. Ik heb me tot, tot op de dag van vandaag voel ik me als een vis in het water op dat toneel. Ik bedoel, uh, ik bedoel er zijn wel moeilijke momenten natuurlijk. Maar je hebt ook mensen die staan van tevoren te kotsen aan de zijkant. Ja, 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 en die ja. gaan dood als ze dat toneel moeten. Ik, altijd... ik kan linkjes in de omschrijving van, van de aflevering plaatsen. Van, van collega's die dat inderdaad hebben gedaan. Die standaard. Ja, emmer ernaast hebben staan. Ja, precies. Maar dat heb ik nooit gehad. Ik bedoel, ik heb het altijd alleen maar ontzettend leuk gevonden. Ik liep erop ik, en ik wist wat ik moest doen. Ik weet het niet. Dat is waarschijnlijk talent of zo. Ja. Dus, dus ik deed het al en ik vond het al leuk. Maar alleen het kwam niet in mijn hoofd op dat ik ook een artiest was of een cabaretier. cabaretier. Ja. En dat werd van huis uit natuurlijk ook helemaal niet geantameerd. Dus ik, kom, ik, ik kwam niet op het idee eigenlijk. Totdat ik het was. Totdat ik echt genoeg had van dat ge. Ik was echt ontsnapt op een gegeven moment voor mijn gevoel. aan... Bij ons thuis was het heel serieus allemaal. En, en uh, we kregen het idee dat het leven een aaneenschakeling van moeilijke opdrachten was. En dan moest je het maar heel netjes doorheen zien te komen. Zo, dat idee had ik van het leven. En toen liep ik dat toneel. Ik dacht, ah, hier is het leuk. Ja, ik bedoel, vanaf ja, ja. punt één was het leuk daar. En kreeg ik die mensen aan het lachen. Ik weet nog dat ik dat toneelstukje... deed. Ik had bij Jan Monnikedam. Ja, Haarlemers kennen dat. Ja, de... De feestartikelenwinkel. Die met, uh, had toen nog... Ik nee, weet nee. niet of ik het nog heb. Maar hij had zo'n zo schapje met hele kleine boekjes. En dat waren uh, één actors heette dat. Of... of, of. Nou, het heette anders, maar het waren kleine, toneels, kleine grappige toneelstukjes met een paar mensen. Van, van nou, hoe lang zal dat geduurd hebben? Ze een, ik denk, tien minuten duurde zo'n toneelstukje. Dus ik ging met klasgenoten, met Cyril Gilles en Winfried Kolner, als je het precies wil weten. <laughs> Gingen we iets doen met een, met een dief en een schilderij en een zak geld en een barones of zoiets? Een heel slap toneelstukje. En ik had een jurk aan met een kussen waar mijn borsten hadden moeten zitten. Die had ik waarschijnlijk nog niet zo erg. En dat kussen zakte dan naar beneden. En dan het, tilde ik dat kussen omhoog. Ik geloof nu niet eens voor de grap, maar, maar iedereen moest daarom lachen. Ik bedoel, ik, 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 had, ik, bedoel, ik heb vanaf. Ik heb de, de lach aan mijn kont hangen. Ik kan Jee, er ook niet ja. doen. Of de timing, ik weet het niet. En toen ik dat eenmaal ontdekte, toen ik dat eenmaal had toegegeven voor mezelf, dat ik dacht. oh, dat ga ik doen. Dat is leuk. We zien wel ja, ja. wat Schipstrand toen. Uh, en ik heb nog heel lang gedacht dat ik. Uh, op een dag door de mand zou vallen en dat het toch allemaal niet waar was, of dat dit geen echt leven was, of dat ik dat geld zo'n beetje maar gelijk ook weer uit moest geven, allemaal. Want het was zo makkelijk om het op die manier te verdienen dat het niet echt kon zijn. Ja, klassieke imposter syndroom. Ja, ja, je bedoelt ja. het door de mand valt, ja, 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 ja. Inderdaad. ja. Maar en, want, want. Het, het is vanaf dag één dus gewoon heel erg natuurlijk en heel erg makkelijk gegaan. Maar kan je kan je nog een eerste keer herinneren dat het, dat het niet makkelijk ging? Jawel, ja, ik heb natuurlijk dat ook heel veel meegemaakt. Zo gaat dat, dat kan niet anders. Als je denkt dat je op het toneel kan staan, dan weet je zeker dat, dat je regelmatig... Ja, ja, ja. Helemaal de mist ingaat. Want dat lijkt me bijvoorbeeld de eerste keer dat zoiets gebeurt. als het tot dat moment. allemaal gewoon redelijk leuk en vanzelf is gegaan. Ja. Dan komt er ook een moment dat je beseft. Ho, oh, wacht even. Het eh, is echt wat. <laughs> het kan ook de andere kant op gaan. Ja, uh, ik, ja ik heb natuurlijk zoveel momenten gehad. Uh, dat, ik bedoel. Uh, moet ik even nadenken hoor. Uh, ik was natuurlijk in het begin. niemand kent je, dus dat is helemaal leuk. Dan kom je weer in een of andere hut. Ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld zo'n zo zwart geschilderd jongerenhol ergens, weet je wel, in een oude boerderij <laughs> ergens buiten de bebouwde kom, weet je, in weet ik veel wat ergens in de Betuwe, waar je, waar je dan weer terechtkwam of, of, of bij Epen. ik weet het niet meer. En dan, dat zat helemaal vol met hanenkammen, weet je, van, dat, ja, ja, ja. ik ben in 1983, heb ik dat kabinetfestival gewonnen, en, dus ik ben al ja, dus, uh, dus, dus, ja lang bezig, of, ja. 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 Dus ik ben al eigenlijk alles bij elkaar meer dan 40 jaar bezig, denk ik. Omdat ik daarvoor ook al bezig was. Nou ja, en dan, zitten daar, en dan, was, en dan, dan was ik de cultuur van die avond. Dat is een uurtje cultuur, of ik weet niet hoe dat dan heette. En die, er zaten allemaal van die kauwgomkauwende de Hanenkammen, die helemaal niet geïnteresseerd <laughs> waren. Die vermaakten zichzelf al prima. En dan en moesten die veroverd worden, natuurlijk. Dus, dus ja, dat, dat, was, dat vond ik alleen maar, alleen maar ik, leuk. Want ik, ik had destijds zo'n heel stom. Een bloemenjurkje van mijn moeder nog aan. Nee, een noppenjurkje nog. Echt letterlijk voor een zomerjurk van mijn moeder. Met stomme pumps en een paar oorbellen. En dan, en dan kwam ik op en dan zei ik... Uh, Dag jongens en meisjes, uh, ik ben uh, Brigitte Kaanderop. Uh, ik ben gevraagd door jullie leiding uh, of ik wat liedjes voor jullie uh, wil... Uh... En nou, daar zaten ze natuurlijk <laughs> te kijken van... Jezus, <lacht> <lacht> nou, van, wat krijgen wij nou? En die dachten echt... Dat, dat, ja, als ze je niet kennen, bedoel, nu snapt iedereen maar nou, als ze je niet kennen, denken ze echt. Maar het was natuurlijk mijn eer te na om, om het niet de boel niet in te pakken. Nou ja, en, en na een uur mocht je toen gewoon niet meer weg, dan waren we gewoon grote vrienden en ze hadden allemaal in een broek gepist van het lachen. En snap je, <laughs> staande ovatie bedoel, ik wil niet mezelf veren, maar dat soort situaties uh, uh, had ik dus. Dat was leuk in het begin dat je. Dat je de boel. dat niemand je kende en dat je niks hoefde te bewijzen. Maar ja, vanaf programma 1 en recensies en bekendheid en weet ik het. En, en uitmarkt heb ik ook nog opgestaan. stond ik ook in alle kranten als een soort ontdekking. Ik, ik kwam bij Adriaan van Dis, weet ik veel. dat soort dingen waar allemaal inmiddels gebeurt. En dan moet je programma 2 maken. En dat is dan toch wel weer lastiger, omdat. Programma 1 heeft zich van je achtste tot je van je nulde dat tot het je twintigste al ongeveer. Je beste materiaal tot ja, Wat je mee, wat ja. je hele leven gemaakt had. En dan moet het opeens allemaal nieuw zijn. Dus dat was, dat was nog wel lastig. En dus ik weet ook dat try-outs zijn natuurlijk vaak lastig. Ik weet nu hoe het moet, maar dat wist ik toen ook niet. Omdat ja, je, 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 Iedereen heeft de herinnering van je vorige. Show in zijn hoofd. En dan kom jij met een, met een ding wat nog niet voor een vierde goed is. Snap je? Dat er zit nog helemaal niet genoeg grappen in. En, en heb, heb je dan ook wel eens gehad, weet je, want je hebt dan het eerste programma, dat gaat goed. Je komt op tv, op een uitmarkt. Mensen lezen een recensie, zien dat je komt voor een try-out. Denken, oh, nou, dit wordt, dit is de sensatie. Ja. Jij staat er misschien met try-out nummer drie. Ja, joh, tuurlijk heb ik. Man, ik en dan weet... de zaal denkt, nou. Ja, joh. Ik ben ik, ik nog ben in Veldhoven een keer, ik weet niet, gewoon je hebt van die avonden dat het helemaal doodstil blijft en iedereen denkt, ik kan niet meer precies de, de momenten, weet je wel, de, de, bij welke voorstelling. Ik weet wel dat ik dan heel serieus iets bedacht had met een scherm en, en iets wat ik nog aan moest sluiten, weet ik veel. En dat ik ook met mijn regisseuse toen had afgesproken dat uh, we gaan niet, ik ga me niet verontschuldigen of zoiets, weet je, uh, of ik ga gewoon spelen, weet je. Uh, nou ja, en dan is het. En dan je hebt, Ik bedoel, het is. Als je een goed programma hebt, is het al lastig om elke avond. Mm -hmm. dezelfde kwaliteit te leveren. Laat staan als het programma nog niet af is. en je bent niet helemaal goed. of snap je? Of je hebt je avond niet. of je bent ongesteld. of liefdeverdriet, weet ik het. Dus dan. Ik heb, ik heb echt wel avonden gehad. dat. Nou, dat het gewoon kut was. Gewoon kut. Dus als ik nu. een try-out doe, dan kleed ik dat helemaal in. Met. Uh, het is een try-out, dames en heren. Als het kut is, dan zing ik nog een paar liedjes na afloop. Weet je. Uh, 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 ik, doe, ik heb een paar keer een kamikaze try-out gedaan. Dan dat betalen <laughs> mensen 12,5 euro. krijgen ze een drankje. Ik weet bij God, ik heb dan nog echt zo goed als niks. Ik heb het, ik heb het bij één, één programma gedaan, twee, twee avonden achter elkaar. Nou, ik heb nog nooit zoveel materiaal in twee avonden bij elkaar verzonnen in de paniek. En, en nou ja, dat werkte dus heel goed. Mensen wisten dat, het, dat er heel weinig was. Dat zei ik ook. Ik heb ja. zo goed als niks. Ik heb wel dit en dit en dat. Als ik het echt niet meer weet, doe ik even dat. Maar daar ontstond in de, in de. door de druk of zo ontstond daar meteen al zoveel. Dat heb ik twee keer opgenomen. En dan terugluisteren. En dan al die grappen noteren. En dan. Nou, het, het, ik weet niet of je mijn laatste programma hebt gehoord met dat ding over. Uh, ik ging. Ik had een, uh, hoe heet het, een staatsbanket. Weet niet, nou ja. En, en een, een verhaal over uh, nog zo. Oh ja, over met mijn ouders in het tuincentrum. Nou, dat, dat, dat is die avond had ik daar drie, drie zinnen over. En dat zijn. Die, die dat staatsbanket is 20 minuten geworden als het oh, geen half uur. uur is geworden, weet je? Zo, dat is een hilarisch verhaal geworden. Maar jij aast op op op, op mislukte voorstellingen. Ja. Nou ja, of of bijvoorbeeld ook, weet je, zeker weet je die periode die je zegt met met dus jongere centra zwart geverfd. De, ja. Wat 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 zijn de meest spartaanse omstandigheden waar jij wel eens onder hebt gespeeld? Want je komt op plekken dat je binnenkomt ja. en ik moeten we hier Ja, een ik voorstelling ja, gaan doen. Ja, ik was uh, ik weet nog wel, trouwens, even tussendoor. dat ik vroeger dacht dat het magie was wat ik deed. Ik bedoel niet van, oh, ik ben helemaal magisch. Maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Dus ik dacht dat ik me ook niet voor hoefde te bereiden. Dus ik kan me ook nog wel een keer herinneren. Snap je? Want dat hield toch een, niet. Dat is een gevaarlijk uitgang Ja, heel gevaarlijk. Ik, ik bereid me nu tot in den Treuren voor. Op, uh, weet je wel, als ik iets moet doen. Maar toen kon ik gewoon het toneel oplopen. Uh, ik weet nog een keer bij iets in die kleine comedie. Joep van het Hekken was er ook. Met een liedje wat niet af was. Ik denk, nou, dat verzin ik ter plekke wel. Zo, ga je nagaan. Hoe het voor me in mijn hoofd zat of zo. Kendelijk, ik dacht, ja, kennelijk kan ik dat of zo. Of uh, ik zie wel, ik, het is nog niet af. Nou ja, we zien wel. Nou ja, dat, dat mislukte dan bijvoorbeeld natuurlijk helemaal. En, en, en Joep zei ook, je moet je wel voorbereiden, schat. Weet je wel, zoiets. Weet je kan het je niet met een on liedje dat toneel Nou, had ik ook helemaal gelijk op de, in. Dus dat is me ook niet meer gebeurd. Maar dat, wat je, dat, je, dat we, zo... weet je... Weet je nog hoe het ging? Want je komt op... Dan speel je zo'n liedje en dan kom je op het punt waar je denkt ja ik had gedacht dat ik dit er wel nu bij ja, zou ja precies en dan ik dacht aan verzin niet. ik wel een grap of zo maar die komt natuurlijk je hebt natuurlijk van die avonden dat het echt niet wil nou ja dat is natuurlijk ik bedoel je kan het wel eens doen op de bluff ik bedoel ik heb zo vaak dingen op de bluff gedaan als het moest maar dit was net het verkeerde moment op de bluff <laughs> maar als jij vraagt naar de de, de meest slechte omstandigheden. Het was natuurlijk vroeger. Ja, ik, als, je, als ik ga, eenmaal ga ouwen, dan hou ik nooit meer op. Maar ik, het eerste wat in mij opkomt. behalve alle bezemkasten. vanuit je moest. Uh, optreden in het begin. Uh, zijn we nog eens een keer op. Uh, zo'n reisje geweest. Uh, met de manager van. Uh, Urbanus, nota Jan Smeets van Pinkpop. Ja. Uh, en die zei: Ja, uh, ik kan wel. Die had zo'n reisje georganiseerd. Of, uh, of uh, naar uh, Azië. Weet je, dus naar Singapore, uh, Brunei, uh, Miri. Uh, en ook, hoe heet de hoofdstad van Indonesië? Uh, Jakarta. Jakarta natuurlijk, ja. En ik weet nog dat we ergens uiteindelijk. Het begon heel leuk in Singapore met een hotel <laughs> en, en luxe. Maar uit, uiteindelijk zaten we ergens in Brunei. Bij een heel zielig gezin. Of zielig, maar bij die expats thuis, waar, die waarvan die vrouwen toch wel vaak zich helemaal het lazarus uh, verveelden. En kantkloscursussen deden midden in de tropen en zo. <laughs> en, uh, en dan logeerde je opeens op het kinderkamertje, tussen de Lego, weet je. En het was bloedje heet. En dan moest je. En dan moest je ergens je omkleden waar ook verder niks was, waar je dus zwetend ook geen water, niks, geen pleden. moest je ergens weer helemaal door de zaal of door het publiek. Weet ik Ik weet nog dat ik dat het was allemaal smerig, ook weet je en ook niks te eten, weet je, zo dat, omdat niemand had eraan gedacht. Ja, weet je wel? En, en, en ik was kapot, weet je. Uh, nog net geen jetlag, maar het scheelde niks. Want Die, had ik, die, had ik al, die was er al uit. Maar, maar gewoon helemaal van dat reizen en dat socializen met die mensen. Die, waarvoor je niet alleen twee uur lang de show bent. maar eigenlijk 24 uur bracht. En dat attractie. Je, je, we gaan ja. je mee en we gaan een rondleiding doen. en we, we nemen je mee naar hun zus en zo. Nou, ik was helemaal kapot, jongen. En toen moest ik daar. In een, in een halve lamp tussen het stof weet je, met een halve geknakte microfoon die mensen aan het lachen maken. En toen dacht ik, nou, als ik dit kan, als ik dit overleef, dan kan ik alles of zo. Dat is wel een van de keren dat je, dat je denkt, jezus, dit is echt niet leuk meer of zo. Of dit, uh, hoe gaan we dit doen? En dan, en dan komt er bij mij een soort... Uh, Weet ik veel, Leeuwin, uh, Hart. Uh, hoe zeg je dat nou? Er Komt er een tijger in mij naar boven die denkt. Ja, dit gaat me niet gebeuren. Het is wel een kut. Als dat ook nog een kutavond yeah, wordt. Yeah, yeah. Dan, uh, sorry, ik zeg heel vaak kut geloof ik. Het is wel zo vervelend. Als het ook nog een slechte avond wordt, dan. Uh... Uh, dat wordt nog nader, want ik moet hier nou afloop ook nog met die mensen bier drinken en morgen willen ze met me op safari en als het dan een rotavond is, <laughs> dan, dan, uh, dan wordt het allemaal treurig. Dus dan, dan komt er een soort, uh, weet ik veel, uh, turbo gaat er aan bij mij en dan gaan ze uh, lachen of niet en dan gaat het plat, hoe, hoe dan ook en dat gebeurt ja. natuurlijk ook. Hoi Wouter hier, tof dat je Elektra volgt op YouTube, maar volg je Elektra ook al op Twitter of op Instagram? Doe dat, want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen of bijzondere opnames. Linkjes vind je hieronder in de beschrijving. Laat even een berichtje achter in de comments wat je van de video vindt. Geef een duim omhoog en abonneer op dit kanaal. Dat helpt om de podcast te laten groeien. Oké, okay, snel terug naar Brigitte. Is, is, is het dan, dat, dat vroeg ik me net ook al af, is het ook niet een, een voordeel dat jouw stijl is natuurlijk ook... Jij komt op en doet heel druk over van alles. En er moet nog iets geregeld worden. Of er komt iets. Maakt het ook dat als jij er dus eigenlijk slecht voorbereid bent. Of niet optimaal. Laat ik het positief framen. Dat mensen het niet doorhebben. Omdat ze denken: Ja, dit is Brigitte Kaandorp. Er is altijd drukte en chaos op het podium. Ja, nou ja, dat ligt er natuurlijk ook weer aan. Ik bedoel, als je niet bent voorbereid. En het lukt toch. Dan denk je zo: Te gek. Dan gaan we vaker doen. Maar ja, de, de avond daarna lukt het natuurlijk niet. Maar ik, ik kan inderdaad wel heel veel... Ik, ik ben nu met Jenny Arian op pad. En die is bijna tachtig. En die is altijd bang dat ze de tekst vergeet. En dan, en dan, uh, en dan zeg ik altijd, joh... Uh, of, en, en we hebben het natuurlijk ook zo vaak dat het misgaat. We, we hebben pas zes rij outs gehad, hoor. En dan zit ze me altijd helemaal... En dan zeg ik, ja, joh, uh, dat merkt geen hond. Trouwens, we gaan gewoon in dat... Uh, als het wel... We kijken gewoon in het script, weet je? Ja, gewoon, dus en het is, ja, ja, precies. Dus... Uh, dus zij zit me steeds heel verbaasd aan te kijken dat het allemaal kan en mag. Want zij denkt. Zij is nog van de oude stempel. Zij denkt. Ja, uh, dat mogen ze allemaal <laughs> niet merken. <ik laughs> zelf... En er stond zelfs. We hebben één recensie gehad. Daar stond het zelfs in dat we helemaal de mis missie... Maar dat het eigenlijk juist heel leuk was. Of charmant of intiem. Ik weet niet meer precies wat er stond. Ik bedoel, het is niet. Ik doe het er niet om. Maar, maar als het misgaat, moet je, moet je het op kunnen vangen. Inderdaad, ja, ja, ja. Ja. Heb, heb je ooit wel eens een blackout gehad? Dat je echt gewoon helemaal kwijt was. Waar je ja, was. Ja, ik heb één keer uh, had ik. Uh, ik had, ik speelde vroeger zelf. Ik begeleidde mezelf op de piano. Dat heb ik later pas geleerd. Dus dat, was, dat is niet iets wat me heel natuurlijk afgaat, Piano spelen. Dat heb ik echt mo moeten veroveren. Uh, want dat joekleertje was op een gegeven moment, dat is klaar of zo. Dat, ik ging ook serieuze liedjes zingen. Dan, ja, ik, ik, ik heb, ik heb uh, nou ja, later is het nog piano leren spelen. Maar dat was, dat was echt lastig. En ik had. Uh, dus dat was het de zwakste schakel van de voorstelling. Als er iets misging, was het bij het pianospel, zou ik maar zeggen. Want ja. dat kon ik niet opvangen. Dat is het eigenlijk. Ik was niet zo goed dat ik. Ik wist op een soort vingergeheugen wat ik aan het doen was. Maar als het misging, dan wist ik niet waar ik was. Dan Moet ik bij wijze opnieuw beginnen. Begin, ja. Ja. Dus, en ik weet nog dat er een avond was. Uh, ik had een paar liedjes gemaakt met Theo Nijland. Uh, yeah. En die had ook hele handige uh, arrangementjes voor mij geschreven. Dat het wel sophisticated klonk. Het was wel mooi. Maar het was vrij simpel. Maar dat hoorde je. Hoorde, het was gewoon slim gedaan of zo. Maar zelfs dat was lastig voor mij. En ik, ik, ik had waarschijnlijk die avond is er een soort faalangst bij mij getriggerd of zo. Kan ik achteraf terugrekenen. Doordat hij er was, eigenlijk. Want hij zat, het was in het permanent en hij zat in de zaal. Hij kwam leuk kijken. En het, was, en het, en het meest uh, fragile liedjes. Daar, daar, ik begon opeens te shaken. Echt dat je mijn broekspijpen zag. Uh, ik was gewoon bang of zo in één keer. En nou, nooit gehad. Dus ik zat gewoon helemaal. Nou ja, gewoon echt. Je zag het ook uit de zaal. Dat je, je zag mij gewoon letterlijk zitten sheren. Sh je zag mijn broekspijpen heen. Ik had me niet <laughs> bij pijpen heen en weer. En, en ik kon geen nooit meer goed aanslaan. Ik heb dat liedje gewoon, ik zei nou ja, dat is niet zo goed. De volgende, ik wist dat die... Maar, maar als eenmaal de angst in je lijf is geslagen, dan ben je verloren. Want dan, ja. want dan denk je de, de keer erop, uh, 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 als, het maar niet, als ik maar, dat maar niet weer krijg. En dat is dan vervolgens de angst. En dat of zo. gaat zichzelf versterken. En dan gaat zichzelf versterken. Dus dat, ik zat mooi, uh, had ik een mooi probleem opeens. Namelijk angstaanvallen. Uh, ik bedoel, ja, mensen, heel veel mensen kennen dat. Een angstaanval. Of angst. In een, in een dichte ruimte of in de metro. Weet ik het. Ik had het op het toneel heel onhandig. Want dan zitten er 800 mensen te kijken. En toen heb ik, uh, toen heb ik op een gegeven moment... Uh, weet ik nog, in de pauze van uh, de voorstelling. Diezelfde. Ik had ook na de... Ik, dat was die voorstelling dat ik opkwam met mijn hand op mijn borsten en gewoon met ontbloot bovenlijf. En te, aan alleen handenkom. handen kom. Dus ik kon voor de pauze sowieso al geen piano spelen, want dan ik ja. moest ik me eerst aankleden. En na de pauze had ik alle liedjes. En ik zat in de pauze uh, in kampen, in de stadsgehoorzaal heet het daar volgens mij. En uh, ik dacht ook: dan voel je het alweer je rug op kruipen, die angst of zo. En toen dacht ik, ik moet die angst, uh, ik moet hem niet weg proberen te duwen, want het is iets. Dus ik heb de angst aangesproken, als, alsof het iemand was. Hallo, angst. <laughs> ik, zie, ik voel dat je er bent, dat je, ik zie dat je er bent. Ik, uh, ik, ik kom bij je, weet je wel, ik ga je aandacht geven. Ja, Alleen, ja. ik loop zo het toneel op en daar zitten, weet ik wel, 500, 600 man te kijken. En op dat moment kan ik niet direct reageren op, op jou, maar ik kom bij je terug. Want zo heb ik letterlijk. En toen. Ben ik het toneel gelopen. Toen ging het allemaal net goed. Weet je? Want toen, ik voelde echt zo dat allemaal omhoog kwam, die paniek. Ja, ja, ja. En ik zei, we hebben een afspraak. Hè? Zo, oh ja, het was net die angst. Echt. Ik dacht oké, okay, oké, okay, ik geloof je. Ik wacht wel even. Zo het was heel apart. En toen ben ik natuurlijk naar een soort uh, therapeut gegaan. Het was eigenlijk een vriend van mij die acupuncturist was. En die wel eens wat therapieën deed. Dan had hij weer eens een boek gelezen. En dan gingen we dat doen. <laughs> en, uh, want ik had vroeger heel erg last van uh, allergie voor en Ook zo stom. Dus toen... En hij, 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 ik had er wat aan. als dus hij uh, acupunctuurde, acupunctuurde zag ik maar zeggen. En toen kwam ik met, bij hem. Ik dacht, waar moet ik nou heen? Weet je? Uh, en toen dacht ik, ik ga naar hem toe. Komt iemand binnen. En... Uh, en toen waren we eigenlijk binnen één keer van af. Oh, maar ik weet niet meer hoe dat nou ging ook weer. Het was een soort keuze die ik moest maken. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, het, het was daarna over, gelukkig. Ja? Ja. Want, want hoe, la hoe lang had je hier last van dan? Nou, dat, ik, ik kon er niet zo lang over doen. Nee, jou, nee, nee, ik kon er niet zo lang last van hebben. Want ik, ik had gewoon een tournee. Oh, ik zal wat dichterbij komen. Ik had gewoon een tournee uh, door het land... En ik dacht, ja, Jezus, zo kunnen we toch niet verder? Dat is kut gewoon. Okay, ja. die, uh, sorry, ik zeg het alweer, dat is vervelend. Uh, du dus ik moest ik er snel iets gestellend. aan doen. Ik heb, ik heb in de aflevering waarin ik zelf zat ook echt veel te vaak kut gezegd. Oh, dus okay, oh geleidelijk niet. Enig nee, wel. maar achteraf hoor je pas <laughs> ja. dat je tijd een stopwoordje hebt of zoiets. Ja. Weet, dat ken je wel. Um, dus ik hoop niet dat ik het heb. Als ik het heb, moet ik zeggen. Um, maar, uh, nou ja, ja dus. Nee, ik kon niet zo. Ik vatte samen wat je zei. Oh, en het was. Dat je zei. Nou ja, het kon niet lang. Want je hebt het. Nee, bent, nee. Ik had het tournee, Ja, Dus ik moest. Ik moest wel door. En ik dacht. Ja, kan, dat is, kan toch niet zo. Dat is te naar. Gewoon. Paniek en angst is verschrikkelijk. Zeker als, als er. Uh, een paar honderd mensen. Dan, zijn. Maar dan, dan ook. Dan duurt een voorstelling volgens mij ook heel. Ja, maar Lang. het is ook. Ja, man, en dan ben je al de hele voorstelling bang voor het moment dat je misschien weer iets krijgt of zo? Nou ja, dan is het ook helemaal niet leuk spelen. Dan kan je ook niet spelen. Want dan kan je niet in het moment zijn. Dan ben je alleen maar bezig met wat er gaat komen. Dan werkt het niet. Precies, want dat is, ik kan me voorstellen, maar, maar voor iemand die, die niet speelt, kan je, kan je uitleggen hoe het is dat je gewoon, je staat op het podium je teksten af te draaien? oneerbiedig gezegd, maar ja. je, je doet gewoon je voorstelling. Ja. En ondertussen zit dus ook nog... Ja, als je pech hebt, in je hoofd. Ja, zit er van alles in je hoofd te tetteren. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe voelt dat? Ja, nou, uh, heel uh, onzeker, onveilig. Heel onveilig. Je denkt, ik wil naar huis. Laat me na, dat hele lijf zegt, weg, hier, wegwezen. Ik moet naar huis. Maar dat kan niet. Maar je wil gewoon met ja. een zak over je hoofd uh, met, en naar huis... en dan onder een dekentje gaan liggen, snap je? Met een kus over je... gewoon met je duim in je mond in de feutushouding. Ja, snap je? Wat doe je daar in godsnaam als het zo afschuwelijk is of zo? Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Want ik heb het later nog wel eens gehad. Aan, uh, uh, hoe heet het? Uh, gewoon dat je, dat je denkt, oh ja, dat was het. Dat was die paniek. Dat je een aanzetje voelde aankomen van... En het was altijd, of altijd, dat was dan op avonden... Weet je, in Carré, met heel veel bekenden erbij, weet ik het. Ik kreeg nog een keer een lintje. Uh, en ik, ik had het niet moeten weten, maar ik, wist, ik, het, het, ik, had, ik had het toch wel begrepen. Dat dat die... En dus de cohen zat in de zaal, weet ik het... En dan wil je natuurlijk... Burgemeester Desdams, de burgemeester destijds De burgemeester destijds van Amsterdam, ja. En nog veel meer. En heel veel vrienden en bekenden. En weet ik het. En dan wil je natuurlijk... En ik, ik ben vrij onbevangen altijd op dat toneel. Maar je hebt van die avond opeens... Slaat het in je lijf dat je denkt... Jezus, nou ja, gewoon ook weer licht, licht paniekerig. Terwijl je zo, op zo'n avond... Wil je natuurlijk gewoon de leukste avond ever spelen. Ja. En dat lukt dan natuurlijk niet. Dus ik ken... Ik, ik, ik heb het niet vaak meer gehad, maar... Ik had het laatste ook nog een keer datzelfde panieker gevoel ben, zit je bij een talkshow. En dan had ik een beetje overmoedig toegezegd. Het ging toen over dat uh, kapsalontheater. theater zat ik bij op één. Kan jij dan niet, weet je wel? Of uh, dan willen ja. ze je allemaal daar hebben. De, om... de, 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 ik, ik ga gewoon voor het geval de mensen over twee jaar dit luisteren. Denken, ik ja. theater de, ja. de actie uh, ja. uh, vanuit de cultuur tegen de, tegen de coronamaatregelen. Of althans, vooral de. de... Nou ja, tegen, de, tegen, tegen het feit dat wij... Ontkenning van het feit dat er een cultuursector... Ja, überhaupt is. ongeveer, ja, ja. En dat er gewoon bij ons de hele tijd maar helemaal niks mocht. Nou ja, zo. Terwijl, er kon al van alles. Voor, voor mij net te weinig, voor een derde zaal. Ja. Met wat ik nu aan het doen ben. Dan, dat, dat aantal kaartjes was niet genoeg... Om, die, om überhaupt alle medewerkers te kunnen betalen. Maar goed, dus dan zit je er bij zo'n talkshow en dan... Uh, Opeens vlak van tevoren denk je ook, oh, het al al die camera's, weet je, acht camera's om je heen en je weet nooit wanneer je erop, nou ja, weet je, dat je ook weer denkt: Doe ik hier? Waarom heb ik ja gezegd? Zo kom ik überhaupt uit mijn woorden zometeen? dus ik, ik ken het nog wel een klein, maar ik heb het nooit meer heel erg gehad. Die, die paneel. heb je, heb je hem dan ook nog van tevoren toe moeten spreken? Nee, al, nou tegenwoordig, als ik dat heb, dan. Uh... Laat ik het gebeuren, dan zeg ik tegen mezelf, ja, het is ook eng Kaandorp. Het is niet zo gek dat je dit een beetje eng vindt. Dat, dat had ik ook op dat toneel op Carré, in Carré. Dat je denkt dat je denkt bij jezelf, ja, dit is ook heel, heel raar. Er zit hier ook 1500 man naar jou. Voor te kijken. Uit de meeste mensen hebben ja. dat echt een enorme <laughs> angstdroom. Ja, ja dus, dus als je dat realiseert en je denkt, nou ja, en je moet gewoon dan niet te streng voor jezelf zijn. Je denkt, nou ja, hopen dat we hier maar weer doorheen komen. Maar ik heb het gelukkig zo goed als nooit of zo. Dus dat is wel fijn. Heb je het je dan ook nooit eerder gehad? Bijvoorbeeld toen je begon, met je zei: Nou, ik, ik ben door de kroegeigenaar gewoon op de, op de tafel of op de bar gezet. Maar nou, laat we ma, laat maar eens horen. Dat is ook al een setting dat de meeste, de meeste mensen vinden het al doodeng als ze op een verjaardag een mop vertellen. En iemand zegt: Even allemaal stil. Het is een leuke mop. Ja, nou, ik weet hoe jij dat doet. Uh, nee, ik, ik doe het niet en dan kom je in het lastige gesprek. Je hebt toch je werk. Vertel dan wat leuk. Ja, allemaal. oh zo, ja, dat heb ik ook natuurlijk zo vaak gehad. Ik heb nu een goede, goede tegenzin en Dan zegt iemand, het uh, leuk. Je bent een grap. Vertel eens een op. Dan zeg ik, wat is jouw vak? Uh, ja, uh, boekhouder. Nou, reken eens wat uit. Zeg ik dan, weet ja. je zoiets of ja, 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 ja. timmer is wat, weet je ja. <laughs> nou ja, in de kroeg. Maar, Homa, is, maar... is dat ook nog op, op jouw niveau ook dat mensen dat nog steeds? Nou, nah, eigenlijk nu, niet meer. Nee, okay, nu niet meer. Nee, maar nou kom ik ook niet meer zo heel vaak loslopend in de kroeg of zo. Ik ga niet zomaar. Het uh, nee. gebeurt. Nog wel eens als je op tour bent en je bent met de hele club aan de zwalk maar dat is dan ben je met z'n allen. Maar ik ga niet meer net als vroeger uh, op kroegentocht of in je eigen stad naar de kroeg of zo. Ik doe het niet meer, ik nee. weet het niet. Nee, doe. Nee, ook misschien wat je een bekende kop hebt en dan, dan is de lol er met je af of zo. Snap je? Ja, nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen, dat je, dan ook inderdaad mensen krijgen... krijgen ja, je wordt allemaal, vaak... He, en hoe, ja, en, zeg en, en, en naarmate en... de nacht vordert, krijg je er meer aan je broek. En, uh, ja. en, en wat ook een ding is, dat ze hebben allemaal telefoontjes tegenwoordig... waar ze een foto mee willen nemen. Nou, dan is het helemaal het eindzoek. Dan, te, dan is er één flits in de zaak en dan, uh, dan denkt iedereen... Wat? Oh, oh, dan willen we ook een foto, weet je, zo. Er staat er mensen ja. een rij, weet je. Nou ja. ja. Maar goed, daar waren we helemaal niet. Ik weet niet meer waar we waren. Nou, we, we waren bij, uh, bij de angst om te spelen. Of oh, je ja. er nooit had gehad. Oh ja, dat vroeg je. Dus, dus in een kroeg of, of in de gare jongerencentra. Of, of überhaupt misschien. Weet je, ook als, als je zo klein begint. en dan opeens sta je heel onbevangen in het luxe hoor. en je staat opeens voor 800, 900 ja. man. Is ook al dat je denkt: oké. Okay. Ja, nou ja, in, in, in principe heb ik, ben ik nooit. Bang geweest heb ik het altijd leuk gevonden om, 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 oh ja, om al die ballen in het doel te schieten. Ik bedoel, je weet gewoon, ik heb tien ballen. Nou, je hebt honderden ballen, dat noem ik dan. Dat zijn dan de grappen. Die moeten allemaal in het doel. Ja. Dus die moet je allemaal raak schieten. Dat is de, dat is de kunst. Dus het is geen enkele avond hetzelfde. Want je, elke avond moet je, op een, moet je anders weet ik veel. Het is een ander publiek. Ja. Dus het, je, kan, je kan nooit op de automatische piloot, want ze moeten. Ja. En dat is de uitdaging. Daar heb ik altijd zin in of zo. Of ik vind het altijd leuk. Ja, dat klinkt stom, want het is ook gewoon je werk. En, het, en, en zin in is ook niet. Maar ik ben nooit bang, in ieder geval. Behalve als ik echt gewoon slecht eraan toe ben of zo. Dat heb je wel eens. Je hebt gewoon griep. Ja. Of uh, je bent ongesteld. Nou, nu niet meer, zou ik je eerlijk zeggen. Ik heb het heel weinig. Weinig ongesteld, ja. ja. <laughs> Ja. bij, bij de, moet het afkloppen maar. ja ja nou ja dat zie ik ja nou dan mag je van geluk spreken <laughs> wij wij dames hebben dat ik, elke ik heb maand dingen ja, ja het is ja en dan en dan heb je van die avonden dat je denkt wat gaat het is het toch vervelend? het wil niet en dan word je de volgende dag ongesteld en dat en dan denk je oh dat was het natuurlijk zo is het altijd <laughs> en dan heb je ook nog eens een keer de overgang dus ook hartstikke leuk want dan heb je dat een paar jaar lang elke dag dat je je voelt alsof je de <laughs> volgende dag ongezond Dat Dus ook een hartstikke leuk idee is dat geweest. Ik weet niet van wie. <laughs> nou zo. Dus en of er is iemand dood. Of je vent is er vandoor. Weet ik veel. En je moet gewoon weer op die yeah, avond. Yeah, en yeah. dat is af en toe echt lastig. Dat, je, dat, je, dat zijn ook van die momenten. Dat je gewoon naar huis wil. Dat je gewoon met een hele fles wijn wil leeg drinken. En dan gaan huilen in bed. Maar niet de mensen aan het lachen maken. En dat zijn wel lastige momenten. Nee, en, heb je ooit wel eens een show... In een van een voorstelling gaat, het natuurlijk niet. Maar weet je, als je op, speelt op een avond waar meerdere mensen spelen, of op een cabaretnacht, of weet ik wat, waar je eigenlijk staat voor, zeg een half uurtje, dat je na een kwartiertje denkt, nou, weet je wat? Dit is wel mooi geweest. Ik ben er vandoor. Heb je dat wel eens gedaan? Uh, je bedoelt dat echt? Ja, ik kan me nog herinneren uh, dat ik naar Groningen reed met Milou Vrenke... collega, die ook in Haarlem woont. En we moesten ook weer iets op zo'n cabaretnacht. Ik heb het nooit helemaal begrepen. Het duurde gewoon veel te lang. En toen had ik iets Omdat het natuurlijk mij altijd wel makkelijk afgaat of zo. Durf ik natuurlijk ook heus wel dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld met dat kapsalon uh, had ik gewoon een stapel uh, uh, roddelbladen meegenomen. Want er zaten, werden mensen geknipt. Het was zogenaamd een kapsalon. Ja. Bij de kapper. We zaten zogenaamd bij de kapper. Weliswaar in het theater. Dus ik dacht, ja, dat is de informatie die je haalt bij de kapper. Dus ik ben gewoon gaan voorlezen uit de roddelbladen. En dat, dat werkte gewoon toen heel goed. Maar dat weet je nooit. En je moet het wel durven. Ik vond het ook doodeng. Even, even trouwens daarover. Want dat, dat, dat uh, mede door deze podcast... ik vond het een hele sympathieke actie. Ja. Maar wel dat ik dacht... ja, ik heb nu ruim honderd gesprekken gedaan... waarvan de conclusie eigenlijk bij iedereen is... waar je staat en de techniek... en dat maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit... zolang er maar aandacht is... Voor wat je doet en dat er niks is wat de aandacht afleidt. Ja. Dus ik dacht, dan optreden in een zaal waar mensen ook nog geknipt worden of gemasseerd, ja. is het domste idee. Het maar... was, ja, was, was ook zo. Het was ook lastig. Ja. Ja. Wat, hoe, ja. hoe, hoe was dat spelen? Je jij, jij bent aan het voorlezen uit Rotterdam, maar werd er iemand naast jou op het podium geknipt? Of wat, wat nou, er zaten drie, drie kapperstoelen. De middelste was dan voor de cabaretier of cabaretier zelf. Ja. Als je dat wou, maar dat wou ik niet, want dan. Zou dus je geknipt worden tijdens ja, het? Ja, dat gaat al niet <laughs> natuurlijk. Dat was geen goed idee. Die, die, die middelste stoel is ook amper gebruikt. Ik geloof alleen door Tom Cas, die gewoon zijn hele hoofd kaal liet scheren. En dat was dan zijn act. Ja. Uh, maar ik heb het helaas niet gezien, want ik moest naar de volgende het volgende theater Maar het was inderdaad een slecht idee, wat dat betreft. Maar aan de andere kant ook wel weer aangevend. Ja, dat ja. het überhaupt een slecht idee is dat wij niet kunnen spelen. Weet Precies. Je? Of tenminste, nou ja... Dat het, dat, ja, dat het genegeerd wordt, meer of meer. Of dat er heus wel meer kan dan dat er, dat er maar de hele tijd gedaan werd. Maar uh, dus, uh, dat was inderdaad. Maar ben je dan ook niet zelf heel erg afgeleid of dat je merkt dat het publiek. Ja, het is ook echt lastig. Ja, het is lastig. Ja. Ik zie het ook aan collega's die daar spelen. Die, die de, hebben van alles voorbereid. Maar het was echt hard werken gewoon. Ja, Omdat ja, ja. je zit voor een gatenkaas te spelen. Er zaten maar heel weinig mensen in de zaal. Plus, Lies Vissendijk liep rond, dat weet ze hartstikke goed trouwens. Die veegde de haar op en die haalde steeds nieuwe mensen uit de zaal. En die moesten bij haar afrekenen, behalve dat er uh, het pinapparaat niet werkte. Dus dan, maar het was ook maar een tientje. Ja, ja nee, want het was elke keer een storing met het pinapparaat. Ja, Renegade, ja, ja, ik denk het jou. Ja. Oh, dat was natuurlijk expres. Ik kon ja. het niet betalen. Ja, nou, oh, dat begrijp ik nu pas. Nou ja, dus het is een hoop gerommel in die zaal. Maar ja, als jij, als jij 40 jaar vliegenuren hebt gemaakt, zoals ik... dan weet je hoe je dat moet aanpakken. Dan ga je namelijk eerst even in de zaal zitten. van Sneak je die zaal in. Dan ga je kijken, wat is hier de sfeer? Wat willen mensen? Hoe voelt het hier? Ja. En, dan, en dan zie je wat een, dat het eigenlijk al wel gezellig is... Dat die mensen gewoon een leuke middag hebben. Dat, het idee, dat ze ook het grappig vinden om die kappers bezig te zien. En ze krijgen om het kwartier iemand anders. Dus je verveelt je ook niet. Nee, precies. En, en dan daalt bij mij alweer de soort van uh, vertrouwen in of zo. Van: Oh, ik weet wel hoe ik, hoe ik, hoe ik ze hier aan moet spreken. Maar je hebt natuurlijk ook cabaretiers. die hebben iets ingestudeerd. Heel hard. Die zie je ook in de, in de gangen. Uh, Ijsberig. zijn heel, weet je wel, helemaal, uh, heel goed. Het moet allemaal. En die doen dat dan. En dan. En dan slaat het bijvoorbeeld niet helemaal aan. Maar dan kunnen ze op dat moment niet schakelen naar. Wat moet ik dan doen als het hier niet helemaal werkt? Precies. Ja. Want dan zit je in je, ja. In je verhaal. Ja, oh, ja precies. Ja. Oh, heb, heb je sowieso, wat, Ik vind het wel leuk wat, wat je noemt qua sfeer. Weet je dat je even proeft. Wat is de sfeer? Wat willen deze mensen? Ik denk dat het hier ook al helpt. De mensen weten ook dat het een rommelige menu is. Tuurlijk, ja. Heb je ook als een show gehad? De, want dat, dat kan je zo hebben dat je opkomt of dus achter staat te wachten of in de coulissen. En dat je denkt, hoe. Dit is een hele ijskoude, nare sfeer waar ik zo meteen in terecht ga komen. Nou, je kan het van tevoren niet goed inschatten. Een de... concreet geval wat, wat nog wel eens wil gebeuren. Ik heb het zelf gehad, meerdere collega's hebben het gehad. Goede doelen hebben er nog wel eens een handje oh, van. Oh ja, ja. Dat er ja. van tevoren nog even de, de foto's van de kinderen met allemaal slangetjes in de neus getoond worden. Oh ja, ook leuk. Ja, ja. Een, een voorzitter die nog even memoreert dat de penningmeester die toch zo geliefd was. Uh, ja. Net de week ervoor het loodje heeft gelegd. Ja, ja, überhaupt zijn ze bij uh, dat soort gelegenheden uh, niet zo geïnteresseerd, uiteindelijk in wat er optreedt of zo. Dat is vaak netwerken en zo. Uh, uh, dus, dus dan moet je ook van goede huizen komen. Dus je moet of ongelooflijk veel takken maken, zoals bijvoorbeeld Rutjakot, met een band of met een met een, uh, een band. Hoe heet dat? En dan gewoon keihard gaan zingen, dat wil nog wel eens werken. Uh, of je moet zorgen, dat heb ik ook wel geleerd in de loop der tijden, dat je niet, uh, dat je nou het liefst nog voor het hoofd gerecht bent. Of liefst, weet je. Uh, ze hebben ook altijd een veiling. Nou, als je na de veiling moet. <laughs> dan. ik moest ik in, om twee uur s'nachts. Weet je, het liep allemaal zo uit. Ja, ik had net zo goed al oh, lang naar huis kunnen. En ik had de hele avond mijn voorzitter bereid. Want ik zit dan in de zaal. en ik gebruik dezelfde. ik bedoel, in mijn voorstelling gewoon alles wat er is gebeurd. Ja. Dus het was bezig, weet je. Op het einde van de een of andere manier was het me te na. Ik had gewoon moeten zeggen: Nou, jongens, 12 uur, het is leuk geweest. En toen ging. Richard Kot, die moest nog ergens anders zijn. Dus die. die ging nog voor mij. die zou na mij gaan. Dus ik had. die had net die knal. knal. zo'n knal set. Nou ja, ik weet niet. Dat was echt wel heel lastig. Dat. daar was iedereen al bezopen. Maar dat sloeg ook nergens op. Ik had gewoon moeten zeggen: Jongens, ja. Het is te lang uitgelopen. Ik ben weg. En, ik heb... en dan ook nog zo'n zangeres met zo'n band, dat is zo'n totaal andere energie. Ja, precies. En toen en ik, ik, ik was de laatste. Ik zou de na laatste zijn. En uh, maar nou ja, dat wou natuurlijk van geen kant meer. Maar ja, dat reken ik mezelf niet aan. Ik reken mezelf alleen maar aan dat ik niet gezegd heb: ja, ja, ja. dit gaat niet meer werken. En, en wat, was er überhaupt nog aandacht of? Nee, joh, iedereen was dronken en dronken elkaar aan het, aan het versieren. <laughs> ja, en het liep al half leeg. Ik, het is echt heel apart dat ik dat dat ik dat ik ik weet niet, heb je zo voorbereid, kennelijk, of zo erop. Ik, ik ben... wat, wat wat is dat dan? En ik iedereen heeft dit, hoor. Want ik hoor dit zo vaak en ik, ik, ik herken het heel goed. Maar wat is het dan dat je dan toch zegt: ik ga toch ik spelen, ook al weet je, ja, ik kan beter naar huis gaan. Ja, misschien zag ik het tegenop, om tegen die die, die de, de organisatie zeggen, jongens, de groeten of zo. Dat is ook al een stap. Ja. Dan gaan ze natuurlijk zeggen, nee joh, nee, doe. Misschien hadden ze het helemaal niet gezien Misschien hadden ze zeggen ze natuurlijk, ga, ga. Maar ook dat je gewoon, ja, je soort arbeidsethos. Je bent er helemaal, het was in Groningen. Je bent er helemaal heen gegaan. Oh ja, ik zat nog met het verhaal van Milou... dat ik naar Groningen reed. Had ik, nou goed, dat ga ik zo vertellen. <laughs> ik hoop het ook. Uh, dus je, je bleef, we bleven slapen in een hotel, weet je. We hadden een diner gekregen. Ik weet niet, uh, en je hebt je in je hoofd gezet... dat je moet optreden... En ik denk dat, me, dat pas op het toneel... Uh, ik dacht, oh, wat een slecht idee om dit nog te gaan doen. En ik dacht, toen ik in de zaal zat, dacht ik... ja, ik dacht ik nog... ah, oh, dat lukt wel of zo. Ja, het is wel erg laat of zo. Maar toen, toen ik op het toneel stond, dacht ik... oh, dit had ik helemaal nooit meer moeten doen. Ik denk dat ik me dat toen pas realiseerde. En niet van tevoren. Anders had ik het niet gedaan, denk ik. Als ik had gedacht, dit is een kansloze zaak. Maar ik had kennelijk nog het idee... nou, die pak ik alsnog nog wel even in... met een soort uh, samenvatting van de hele avond. Maar... Dat, dat werkt natuurlijk helemaal voor geen meter. Is het dan op het toneel dat je, dat je dan de mensen van voren ziet? en, en het Nee, dan merk je, je gewoon wat een chaos het in die zaal is. En dat de mensen met stoelen achteruit schuiven en al weglopen. En... Maar dat oh. hoor je toch voor die tijd? Ja, weet ik veel. Oh. Nou ja, dat is waarschijnlijk een soort tunnel waar je ingaat. Sorry, je zit een hele avond al in die tunnel richting toneel. Ja, ja. Je zit wel met iedereen te kletsen en zo. Maar je, bent nog, je drinkt ook niet, want je denkt... Ik moet nog. Je moet scherp blijven. Ja, je moet je scherp moet. blijven. Dus, dus je bent kennelijk al de hele avond ben je al heel lang in die spelerstunnel bezig uh, in je eentje en je denkt ik moet het veld nog op. Zoiets. En dan ga je dat ook doen. Zoiets. Ja, ja het, het, het blijft het meest wonderbaarlijke fenomeen. Ja. Toch toch spelen. Toch spelen. Ja. Maar goed, we waren in, in Groningen bij de cabaretnacht. Ja. Was er met en toen Milo, dacht en je ik dacht, ik kan wel wat proberen. Ja, dus ik had iets, iets met uh, een emmer of een zak en ik had ballen. En ik was dan ook weer ergens... nadat ze al 18 uur... in die zaal hadden gezeten of zo, weet je. Ja, want voor de duidelijkheid... de cabaretnacht is daadwerkelijk gewoon... 24 uur, ja. Dat van 4 uur... tot de volgende is. dag 4 uur, zoiets. Ja. Dus ik dacht, nou, we gaan even... Wat, ze hebben nou zoveel grappenmakers gehad... we gaan gewoon even fysiek iets doen of zo. Dus ik, ik had ballen en die gingen de zaal in... en die moesten ze dan teruggooien of... en waar, ik weet niet waarom ik dacht... dat dat leuk was... <laughs> Dat dat, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik dan in mijn hoofd. Ik dacht, dat is leuk, dat ga ik uitproberen of dat ga ik doen. En dat werkt dan gewoon voor nul, meter, helemaal niet of zo. Ik kan me niet meer, ik weet niet meer precies wat er mis ging of waarom het niet leuk was. Maar dan denk je, ja, dat was dus stom. Ik had hier gewoon een kei, vlijmscherpe conferentie moeten houden. Of een paar hele mooie liedjes moeten zingen, maar niet een beetje klooien met een emmer en een paar ballen. En als je massel hebt, kan dat soort dingen opeens heel grappig zijn. Maar als je pech hebt dan nee, dan niet. Ja, ja, helemaal niet ja. helemaal niet, maar je, je kan ook niet je kan ook niet makkelijk halverwege terug nee en ik of had zeggen nou hou die ballen maar bij je ja, en ik had ook nee, ik nee joh spelen. maar het is ook sowieso onmogelijk dat soort dat soort nachten want je komt voor uh, 20 minuten of 25 minuten of zo als je pech hebt een half uur dus echt dan weet je een kwartier is nog wel te doen maar maar het is ook zo'n niksig ding. Ook, dat je er zelf. Ik bedoel, normaal rijden, Een chauffeur rijdt mij altijd. Een jongen gewoon. Want je moet niet zelf naar je voorstelling en terug. Dat gaat gewoon niet. Dan, dat is te vermoeiend. Dus ik. Maar Milou en ik waren met z'n tweeën. En ik reed, Dus je, je hebt al 2,5 uur gereden. Weet je. Pff, het is op zo'n winterdag. Je bent je, nou je bent, nou ja, dat werkt dan niet eigenlijk. En je moet dan voor twintig minuten je concentratie ergens vandaan halen, weet ik het? In die drukte daar, en, en, en je mag in een kleedkamertje, en er zit net nog weer iemand anders. En je, ja. het is ook lastig om met dat soort dingen. En het is dat dat nog eens midden in de nacht. Dat is ook okay een ja, om te spelen. Ik weet niet eens of het midden in de nacht het, het was. Geloof ik al overdag weer of zo, weet je? Aan het eind, tegen het eind, en het volgens mij begonnen die dingen altijd om vier uur 's middags en gingen niet de hele nacht door. Ja, ja, ja. Moet je hem zeven uur, zes uur, zeven uur zorgen dat is echt erg. Of acht uur. Dus ik was, denk ik, om drie uur of twee uur, weet je zo, vlak ja. Nou, iedereen lag al helemaal. Maar dat soort dingen, die zijn eigenlijk het lastigst. Eigenlijk, die moet je het best voorbereiden, omdat dat onder de meest moeilijke omstandigheden is: chaos, drukte, uh, veel collega's, ook leuk natuurlijk. Ja, het was dan weer een hele aparte avond. Ik weet nog dat, uh, of middag, dat uh, Wim Helsen was er ook. En die was opgelopen en die had gezegd: uh, het lukt me niet vandaag dames en heren, maar dan uh, in het Vlaams. En iedereen dacht dat het een grap was, maar hij ging echt uitleggen dat het het zat niet, uh, hij zat er niet in, of weet ik veel. En hij had twintig minuten ook en hij uh, was na drie minuten klaar, weet je, en ging ook weg, ging ook niet naar huis of zo. Die is daar wel blijven hangen, vond hij gezellig. Vond ook een grappig, die schaamde zich ook niet of zo. Van. Ik, en, en er was paniek, want er was opeens een gat en er moest dan weer iemand inspringen. Ja, zo, beetje, ja. maar, wel, maar dat vind ik wel knap. Ja, dat, vind waar, ik ook waar, waarom ik vraag: weet je, ben je wel eens halverwege weggegaan? Weet ik wat, of, of dat je niet opgaat? Ik denk dat iedereen op zo'n moment voelt of dat ziet gebeuren. En denkt: Oh, dit is ook een optie. Dit, ja. dit had ik ook moeten ja, had doen. Ik, ja, ja precies. Heel, ja. heel, heel uh, eerlijk <laughs> ook. Het lukt me niet vandaag. Ja, ja. Oh, wat goed. Vond ik ook wel goed, ja. <laughs> Ik weet niet of het je in dank wordt afgenomen door het publiek, in ieder geval. Maar als uh, collega, denk je: God, wat, wat eerlijk <laughs> dat dat kan. Nee, maar ja, dat, dat is natuurlijk de, de rare afweging. Ook bij zo'n avond dat je zegt: nee, Je zit al de hele tijd in de spelerstunnel, Dat je ook denkt: Wat denkt het publiek ervan? Maar of je hebt er zelf een slechte ervaring van. Waar je, waar je ja. ongetwijfeld nog in ieder geval de week daarna op terugkijkt. Ja, dat of je later denkt, oh, nog denkt: Oh, waarom heb ik ja. dat ja. gedaan? Of In zo'n geval hebben een paar honderd mensen gedacht: Oh, nou ja, jammer. Weer meld ze zou komen, maar die kwam niet. Ja, maar dat is ook zo. Kwam Kaandorp met een hele rare ek met ballen. Ja. <laughs> ja. ja, ja, Hebben we ook een bijzondere middag geweest? Ja, mensen hebben vast wel een leuke, leuke en, en, maar, dan, maar maar. Wat ik zo bijzonder vind is dat dan toch bijna iedereen. Het, het publiek voorrang geeft, zeg maar. Of in ieder geval de kans wil bieden dat het leuk wordt. In plaats van gewoon voor zichzelf te kiezen. En te zeggen: dit moet ik niet doen, want dit is voor mij nee, gewoon niet goed. Nee, dat is wel zo. Maar ja, je gaat een verplichting aan. Ik bedoel, je zegt: ik kom en ik, ik kom twintig minuten het leuk doen. Het is ook gewoon een zakelijke overeenkomst. Ja, je kan toch moeilijk? Je kan toch niet zomaar elke keer als je geen zin hebt zeggen: zeg, uh, het voelt niet goed. Ik ga naar huis. Sorry, 800 mensen. Ja. Elke keer is misschien iets wat aan de, ja. aan de kant. gekant. Ja. Dat was hem, de Elektra-podcast met Brigitte Kaandorp. Linkjes naar van alles vind je hieronder in de beschrijving van de video. Like en subscribe of laat een berichtje achter, dat vind ik erg leuk. Tot de volgende Elektra. Hoi!